Een hele goede dag en welkom terug op de Finca. Zoals je ziet, vanuit de kas. Mijn naam is Aline en samen met Marcel hebben wij een off-grid Finca gekocht. Een vervallen off-grid Finca die we aan het opknappen zijn. En daar maken we meerdere vlogs per week over. Zoals je ziet, ik sta in de kas en dat is ook met een reden. We hebben natuurlijk al laten zien dat... Dat we gezaaid hebben en dat verschillende plantjes opgekomen zijn. En ik wou toch even laten zien hoe ver ze nu zijn. Het is nodig om moestuinbakken te gaan maken. En dat is hetgeen wat we vandaag gaan doen. Zo, nou, welkom bij project Moestuin. Jullie hebben in een van de vorige afleveringen wel gezien dat we deze mooie kratten gehad hebben, vergeerd in deze week. Nou, even over nagedacht, maar we gaan ze toch gebruiken als, ja, als verhoogde bordes, moestuinbakken. En het zijn ja, eigenlijk 5 plankjes. Dus we gaan van die 2 kratten gaan we 4 bakken maken. We zagen ze een keer over midden. En daar gaan we hoge en lage bakken van maken. Want we hebben natuurlijk ja, planten die minder diep hoeven als andere planten. Dus ja, minder grond, minder water. Dus ja, we gaan beginnen met het zagen en dan gaan we weer ouderwets een stukje hakken. Zo, nou, we hebben de eerste afgezaagd. Dit is ook gelijk de eerste die eigenlijk hier beneden moet komen. En ja, dan zullen jullie denken, waarom daar? Nou, ik weet niet of jullie het heel goed op de camera kunnen zien. Maar je ziet hier een rij stenen lopen. En die loopt ook helemaal door omhoog. En dat hebben we eigenlijk, als je de vlakken overheen kijkt, 4 of 5 keer op een rij. Dus we hebben eigenlijk ontdekt dat dat de oude droogbedden zijn die we... Die ze eerder gebruikt hebben voor het drogen van, ja, noem het maar op, de Alfrobo en misschien van druiven, geen idee. Maar al deze stukken liggen iets hoger als de paden ertussenin. Dus we krijgen nu automatisch dat het water door de paden heen loopt en niet de moestuin wegspoelt. Dus we gaan proberen in de loop van de tijd om al die vakken weer op te knappen. Dus we gaan hier nu trapsgewijs 4 bakken inzetten. En dan gaan we het volgende stukje weer klaarmaken. Dus dat is een beetje het idee. Maar voorlopig kunnen we eerst weer een poosje hakken, want er is natuurlijk ja, niks vlak.
Thank you.
Zo, en daar zijn we dan bij onze, ja, hoe moet ik het noemen? Bij onze plantenbakken, bij onze verhoogde borden. Ze staan. Het was nog best wel een heel gehak en een gedoe. Maar ja, het resultaat mag er zijn. We zijn er super blij mee. We gaan ze natuurlijk nog bekleden van binnen met folie. En een watergeefsysteem gaat er nog komen. Maar we kunnen al bijna onze eerste dingen gaan poten. Dus best wel zin in. Het is wel leuk. Het begint, zoals jullie gezien hebben, van alles op te komen. En we moeten toch zo langzamerhand gaan poten. We willen nog wel een paar dagen wachten, omdat ze nog wat slecht weer voorspellen van de week. Wat regen, wat storm. Dus het zou zund wezen als de boel gelijk alweer verregend als we het verpoot hebben. Dus dat zit er in ieder geval aan te komen. Ik ga weer lekker verder klussen aan het huis. Ook wel weer zin in zo langzamerhand. We hebben natuurlijk heel veel verschillende klussen gehad die losstaan van het huis of samenhangen met het huis. Net hoe je het zien wil. Maar we gaan weer verder. En ik ga de slaapkamer afmaken. Zoals jullie weten moet daar nog een stukje geschilderd worden. En het luik, daar ga ik een poeliesysteem voor maken. Zodat we het luik naar de kast toe, naar de trap toe eigenlijk. Dat we dat een beetje makkelijker open en dicht kunnen gaan krijgen. Staat ook al heel lang op het lijstje, maar daar gaat het nu van komen. En daar vandaan werken we gewoon lekker door de badkamer in, de keuken in. En vanzelf komen we dan in de woonkamer uit, waar we dan weer verder gaan. Ondertussen gaan we natuurlijk buiten ook nog verschillende dingen doen. Ik moet met de overkapping gaan beginnen zo langzamerhand buiten. We willen hier nog een stukje omheinen, zodat de honden nog meer ruimte hebben. En dat we nog even wat makkelijker de honden los kunnen laten als we hier bezig zijn. Dat we ze niet continu in de gaten hoeven te houden. Dus dat is ook nog een stukje. En zodra we dat gedaan hebben, kan ik ook nog een muurtje gaan slopen op het terras wat weg moet. En zoals gezegd dan beginnen aan de overkapping. Ja, we gaan de oude ruïne leegmaken, want we willen natuurlijk een zwembad van de zomer. Dus ook daar moeten we mee verder. Maar de klussen zijn eindeloos en we moeten ergens beginnen. Zoals jullie weten ben ik begonnen met het overhuizen van mijn werkplaats. Dat ga ik eerst afmaken, want ik wil gewoon al mijn spullen weer geordend hebben, om het zo maar even te zeggen. We hebben vreselijk veel bouwmaterialen natuurlijk verzameld de afgelopen jaar. Van waterleidingen, afvoeren, dus PVC-spullen. Koppelingen voor de multicapa en noem het allemaal maar op. En dat is nu één chaos. Dus dat moet gesorteerd worden, moet opgeruimd worden. Het laatste beetje moet nog boven uit de schuur komen. En dat ga ik eerst doen. Is dat klaar? Dan gaan we weer lekker verder met het klussen aan de finca. Zo, nou, ondertussen zijn jullie aanbeland in de werkplaats. Nou ja, al best wel een beetje gevorderd zoals jullie zien. Het een en ander hangt alweer aan de muur. En ik had nog wat oude voerbakken van die kippenkratten die we hadden. Van die gootjes die je daar achter me aan de muur ziet. Daar had ik hier boven de werkbank ook nog eentje. Die heb ik daar al gehangen. Hartstikke mooi voor spuitbussen en voor klein spul. Ik ben er nog niet, zoals jullie zien. Ik moet ook nog het een en ander opruimen. Dat ga ik zo dadelijk ook eerst nog even doen, zodat ik toch nog even wat meer ruimte heb. Ik heb ondertussen wel, eens even laten zien, mijn katrol weer gevonden. En ik denk, nou, een katrol. Ik heb ontstouw gevonden. En ik heb nog een aantal haken gevonden. En in de zin van gevonden, die hadden we een poosje geleden al gekocht. Om dat klepverhaal dus eigenlijk klaar te maken. Het luik in de slaapkamer. Daar ga ik een poeliesysteempje aanmaken met een touw. En een gewicht aan het einde. Zodat we straks beneden in de kast het luik opentrekken kunnen. En dat hij als het goed is door het gewicht blijft staan. En ook weer vrij makkelijk zakt. Dus dat, dat wordt een systeempje. Dat ga ik jullie wat duidelijker uitleggen als ik in de slaapkamer ben. Dan is dat wat makkelijker. Maar daar ga ik in ieder geval vast een stalen koker voor maken waar dat aan bevestigd moet gaan worden. Daar komt een gedeelte van in de muur en een gedeelte van op de wand van de kast eigenlijk te liggen. Nogmaals, dat laat ik jullie straks even zien, dan is dat wat duidelijker. Maar ik ga eerst even verder met opruimen. Zoals jullie zien, daar waar ik die goot opgehangen heb, is nog een mooi stuk muur leeg. En daar wil ik een assortiment van stellingkastje werkblaadje gaan maken. Ik heb vorig jaar...
Dat is echt al een jaar geleden of zo bij de vuilstort verschillende oude binnendeuren meegenomen. Die stonden daar, die waren weggegooid eigenlijk met de gedachte van nou misschien kunnen we ze nog gebruiken voor een kast of wat dan ook. Hebben we ze niet voor nodig gehad, dus ze stonden altijd nog in de schuur. Nou, achter me zie je het al, tweede van heb ik hier op de betonijzers liggen die er al zaten. Daar heb ik schappen van gemaakt en ik heb er nog een aantal. Dus het idee is om er daar een paar van overmidden te zagen en die te gaan gebruiken voor, nou ja, voor een stellingkastje voor alle bakken en het losse gereedschap. Dus daar ga ik eerst een beginnetje mee maken en dan gaan we naar de slaapkamer en dan gaan we daar weer verder klussen. Thank you.
Zo, nou, ik heb ondertussen deur 1, nou ja, vermaakt, hè, zeg het maar. Hè. Ja, ik heb die paneeltjes die erin zitten, heb ik vlak gemaakt. En de rand die ik heb afgezaagd, heb ik voor de stevigheid weer bovenop gemaakt. Dus dan heb ik een mooie vlak, breed blad eigenlijk, hè, bovenop. De twee stukken waar die op ligt, dat zijn nog stukken overblijfselen pallet. Die ik eerder al gebruikt heb, die heb ik nog over. Dus die kon ik hier weer mooi voor gebruiken. En, ik neem jullie even mee naar buiten. Ondertussen heb ik ook deur 2, was een soortgelijke deur, klein gemaakt. Daar heb ik balken van gemaakt en de losse schotten. En ben ik op het moment bezig met deze deur, met de derde deur. Het was een schuin deurtje met een, ik weet niet of jullie het zo zien kunnen. Met een luchtroostertje erin en ook dezelfde paneeltjes erin. En ook hier ga ik balken van maken. Dan kan ik zo meteen de balken gebruiken als schap en de paneeltjes ook weer gebruiken als schap voor mijn bouten en moeren toestanden. Dus dat zal straks allemaal wel duidelijk worden, maar voorlopig gaan we eerst deze nog wel even kwijt maken. Zo, jullie zien het. De deur zit weer dicht. Ik heb de grendel weer, weer in het slot, om het zo maar te zeggen. Ik heb voor vandaag in ieder geval genoeg geknutseld en opgeruimd. Ik ga van de week lekker verder rommelen. En in het volgende filmpje zullen jullie zeker het resultaat wel zien van mijn organisatietalent, laten we maar zeggen. En dan gaan we vanzelf ook weer verder met de klusje aan de Finca vanzelf. Voor nu hoop ik weer dat jullie ook deze vlog weer leuk vonden. Jullie weten zo langzamerhand wel, reageren. Altijd leuk. We vinden het hartstikke leuk om te lezen wat jullie ervan vinden, van jullie ideeën, van jullie opmerkingen. Vergeet niet het befaamde duimpje omhoog te doen. En ben je nog geen abonnee, druk dan even op abonneren. Kost niks, helemaal gratis. Druk even op notificeren, krijg je een meldingje als we weer een nieuwe video geüpload hebben. En dan zeggen we weer bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog maar weer.